Vandaag delen wij appeltjes uit voor de dorst. We gaan een reanimatieles verzorgen, want als wij er niet meer zijn, moet u het zelf doen. En we gaan natuurlijk een actielied zingen om ons te laten horen. Het is stil bij de NVZ, het is stil bij de NVZ. We staken vandaag omdat onze werkdruk erg hoog is en we willen door een goede cao meer ziekenhuispersoneel aantrekken en daarmee onze werkdruk verlagen. De verslechteringen moeten nog van tafel en we willen een structurele loonsverhoging over 2019. Het voorstel is nu dat wij na 6 maanden ziek zijn, teruggaan naar 90% loonsuitbetaling. En dan willen we weer gewoon houden op 100%. Waarom? Omdat wij niet ziek zijn, omdat we dat leuk vinden. We zijn ziek omdat onze werkdruk hoog is. Als er 5% bij komt, betekent dat vele miljoenen alleen al dit jaar, volgend jaar, voor ons budget, dat hebben we niet. En dan moeten we gaan snijden. En dat betekent vaak weer in personeel en dat willen we niet. Als het niet lukt, dan gaan we nog een keer. Het is een heel groot dilemma waar we met elkaar uit moeten komen. Komt u eruit? Ik denk dat we er uiteindelijk uitkomen.